Ja, ditmaal vanuit een afgelegen bloemenkas in Breda. Het verhaal zit als volgt. Een aantal maanden terug heb ik een oproep gedaan voor de nieuwe rechterhand van Rick. Oftewel van het Stip Polish Point, het autorenovatiebedrijf. En dat is wellicht de strengste en de hoogste functie binnen het bedrijf. Daar kreeg ik duizenden aanmeldingen op. Ik heb daar een selectie tussen gemaakt en een fabrieksnieuw challenge georganiseerd. Waarin 6 kandidaten het tegen elkaar gaan opnemen. Wie is nou de allerbeste en wie kan een auto fabrieksnieuw maken? Maar daar hebben we een auto voor nodig. En ik stuitte dus op een Jaguar. Ja, die 20 jaar lang hier in de kas heeft gestaan. Weliswaar droog, maar hij ziet er niet uit. En die auto gaan we aanpakken. Met het hele team. 5 dagen lang, dag en nacht knijterhard werken om hem zo mooi mogelijk te krijgen. En de beste kandidaat, die krijgt uiteindelijk dan die auto. En wellicht een topfunctie bij Stipt. Oh jee. Ik zie er al iets staan. Het is toch niet... Is hem dat? Ja. Oh jee. Nou Wesley, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ja, 19,5 jaar in een oude kas gestaan, bloemenkas. Holy shit, hé. Oh, de hout en zo is ook allemaal naar buiten gegroeid. Hij ziet er echt uit. Ja, dit is inderdaad zo'n soort plek. Heeft hij hier dan ook? Nee. We zullen er eens heen lopen. Daar krijgen we nog een wespennest. Kijk er alsjeblieft vooruit. Oh jee, ook echt een garagedeur. Hier stond hij dus. Hier heeft hij 19,5 jaar gestaan. Maar dan nog één keer de vraag, waarom? Opslag. Ja, waar laat je die auto? Ja. Ja, een auto is meestal om mee te rijden, toch? Ja, maar ja, dat ging ik ook niet doen. Nee, dat ging je ook niet doen. Hier zit een wespennest. Ja. Ja, we halen de spullen weg, kunnen we eruit rijden. Steek hem achteruit. Eruit. Ja. Maar ik trok aan die platen, ja, toen werd ik al gelijk 3 keer lek gestoken. Oké. Toen moest ik even rennen. Ik rij er niet mee en eigenlijk is dat zonde. Maar wat is die auto zo waard? Ik weet het niet. Bijna niks. Niet veel in ieder geval. Het is maar net wat er een gek ook voor geeft. En misschien ziet er iemand dit als een project. Die denkt van nou leuk, ik koop dat ding. Ja. Er staat er niet heel veel op internet, vooral niet die 12 cilinders. Dat is apart. Ja, want je hebt hem 20 jaar geleden bereden. Ja. En toen heb je wat spuitwerk en wat dingen erin gelast. Ja, hij is in principe de chroom opnieuw gepolijst. Schoon. Gepolijst, ja, maar dat is nou natuurlijk allemaal. Dat moet er nou weer. Nee. Dat is allemaal verleden tijd. Ik wil eerlijk zeggen, hoe ik hem eronderuit heb gehaald, vind ik nog helemaal niet zo slecht. Kijk, nog de oude cd's. Ja. De Dana Mix. Mooi. De MTV, of wat is het? Oh, Hit Explosion. Ja. Zijn wel kopietjes, hè? Dat dan weer wel. Ja, toen al kopiëren. Toen al. En weet je wat? Degene die de kilometerstand raadt van deze auto, en hij heeft 20 jaar lang stilgestaan, die krijgt van mij een bestedingsbudget van 20.000 euro om een auto aan te kopen. Hé, jij zegt welke auto dat je wil hebben. Gewoon internet, willekeurig, in Nederland. En ik reken hem af. Dus plaats jij een bestelling willekeurig, kan van een tientje zijn, 15 euro. En als je boven de 100 euro doet, dan ga je overigens nog steeds mee voor de M5. Maar let op, bij het opmerkingenveld kun je dus de kilometerstand invoeren. En de kans is groot dat die niet geraden wordt. Maar degene die er het dichtst bij zit, die krijgt dat budget. En dan ben ik heel benieuwd welke auto jij uitzoekt voor 20.000 euro. De velg heb je destijds laten poedercoaten, zo te zien. Maar wat zou je voor de auto willen hebben? Het is mij net wat mij voor geeft, joh. Dat is echt... Ja, ik weet het ook echt niet. Ik weet echt... Maar je hebt toch wel iets in je hoofd? Nee. Nee? Nee. Het zit me eigenlijk niet in z'n lijf, weet je dat? Dat heeft me nog nooit geïnteresseerd. Dat mag je ook rustig weten. Kunnen wij het risico nemen om even die kant op te rijden? Ja, maar dan moet je eigenlijk platen erop zetten. Heb je die? Ja, het ligt thuis. Maar durf jij dat aan? Als ik dan ga ik wel... Even al niet stil. Achter het stuur zitten.
En dan doen we even de ruitenwissers een keer heen en weer. En dan gaan we zo gewoon een beetje stop meenemen. Nee, dat laten we lekker erop zitten. Okay. We doen alleen even een klein streepje, gewoon alleen zo'n bandje. Zo. En ook die vogelstront, hé. Dat is gewoon jarenlange vogelstront gewoon erop. Wespennesten, alles erop en eraan. Slechter kan het eigenlijk niet. Nee. De Real Effective, dat is een van de eerste, die heb ik zelf nog gestickerd. Ik heet hem van jong manneke nog, hè? Ja. Dan ben ik al ouder op geworden, hè? Ja. Je hebt een kan benzine, toch, hè? Ja. In de tank of eroverheen? Nee, we hebben er al wat in kunnen gooien. Oké, kijk. Dat scheelt. Nee, joh, wij zijn er blij mee. Het is een ultiem project. Een klein blaasje. Holy shit, hé. De keys. Nu de sleutel. Kijk. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, dan gaan we. 3, 2, 1. Dan ga je niet mee. Dus. Accu leeg. Nog een keer proberen. Dit is een nieuwe accu dan. Zou het goed doen. Hé. Hey. Start naar lopen, hè. Na 20 jaar, hoor eens. Ik ruik wel vuur. Brand. Brandlucht, hè? Ja. Gaat niet zonder slag of stoot. Weinig in, Rick. Toch weinig erin. Ja, dat dacht ik net al, want de temperatuurmeter liep al aardig op. Kunnen we niet even wat erbij gooien? Water. De band eventjes oppompen, water erin. Dan kan hij rijden. Want de motor loopt wel goed, dat dan weer wel. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat hij er van onderuit ziet. Ja, ik... Ik denk dat mensen je voor gek verklaren als je hiermee de weg op gaat. Zullen we hem eventjes omhoog zetten? Helemaal onder de textiel. Het is wel apart dat dit geroest is. Normaal is dit nat bij Jaguar. Ja, de karter. Dat is toch een pluspunt. Dus dat is... Heb jij kennis van dit soort auto's? Zo te zien wel, want daar staat... Ja, zeker. Hij moet vuil blijven, er mag geen doekje aan een raam, niks komen. Maar nieuwe motorolie erin. Ja, gewoon even servicebeurt. Even de remmen checken. Koelvloeistof. Ja, eventjes die, want ik denk een slangklem of iets, als je het allemaal even controleert. Ik hoop het wel, ja. Misschien wel vier nieuwe banden. Ik betaal dat onderhoudsstukje, maar dan komt hij wel rijdend gewoon bij ons binnen. Want ik heb er niks aan, dan sta ik met 6 kandidaten bezig ben dat hij in de hands vliegt, zeg maar. Rick. Wesley. Ik heb 22 jaar gehad. Jij bent de man van zo'n project. Ja. Ik gun hem jou van harte, jongen. Nou, dankjewel. Echt op je lijf. Nou, mooi. Ik vind het super leuk dat je die auto maakt. Dankjewel. Ik hoop dat de nieuwe eigenaar of de nieuwe persoon die ermee gaan rijden... Ja, er gaan 6 mensen gaan erom strijden. Ja, nou, schitterend. Ik heb je idee erachter gehoord. En, dat is misschien ook wel voor jou de overweging geweest om hem dan toch los te laten. Tuurlijk. 100%. En als ik hem aan iemand kan gunnen die daar net zoveel plezier als ik uit heb kunnen halen. Toch om 20 jaar weg te halen. In de kast te zetten. Nee, maar het is bij mij een project geweest. En ik vind het leuk dat ik dat project door kan geven. En dat er toch met die auto nog iets gedaan wordt. Want het is gewoon een. Qua model, wat die auto meegemaakt, is gewoon. Ja, top. Klaar. Ja. Daar kunnen we lang en breed over. Ja, het is hartstikke leuk. Jij gaat hem even technisch rijdend maken. Ja.
Dan wordt het dus een hele spannende challenge waarin 6 kandidaten dus op gaan nemen. En wie kan de auto het allerbeste fabrieksnieuw maken? Ik kom binnenkort weer bij jullie terug. Want wanneer dat de uitzenddagen zijn, daar zal ik einde van de week en anders begin volgende week laten weten. En check even of dat je geabonneerd bent, want je wilt dit project uiteraard niet missen.